Op 5 uur tijd moeten er veel knopen worden doorgehakt. En dan kan elk woord best goed gewikt en gewogen worden. Dat is een beetje fusion. Hè? Een beetje moleculair misschien. Maar nee, ik zou er ook niks van zeggen, want je gaat dat toch niet doen. Geloof dat dan nog nooit. Zelf al zei je van een klein beetje, dan is het nog verwachten. Hè? Oh, wat schatje, met een dooier, je kunt toch perfect wijden, dus toch moleculair of niet? Nou, ik weet niet, ja, misschien vinden ze dat tegenwoordig niet meer, hè, omdat iedereen dat wel doet. Nee, gewoon eens een naam veranderen dan, of wat? Nee, maar ja. Oh, ja, kijk, dan doen we een beetje moleculair. Ja. Maar je dat daarin zet, ga je het ook moeten doen. Oh, voilà, en ik zeg je toch? Ja, als dat gaat lukken. Ja, ja. Jij spreekt ook in je statement over moleculair koken. Een klein beetje, ja, inderdaad. Een toetsje hier en daar, ja. Maar niet overdreven, niet om te zeggen van... Wat bedoel je dan nu eigenlijk mee met moleculair koken? Het zou bijvoorbeeld meer zijn structuren van en zoiets, maar niet echt... Voel je je aangetrokken eigenlijk tot die moleculaire keuken? Ja, een beetje wel, het interesseert me wel, maar ik ken er ook niet genoeg van om te zeggen van kom, ik ga dat volledig doen. Als je er niet genoeg van kent, waarom ga je dat toch doen? Nee, ik kan er een klein beetje van. Hè. Ik kan bijvoorbeeld een spoemaker maken, hè. Dat is geen probleem. Maar om nu te zeggen, ik ga volledig moleculair, nee, dat, en mijn interesse gaat er ook niet echt naartoe, naar dat volledig moleculaire.